die liefhebbers kunnen bieden op porselein serviesgoed met de feestelijke initialen van Christina en haar ex-man Guillermo. De dit voorjaar gescheiden prinses doet delen van haar inboedel van de hand, omdat ze binnenkort naar Amerika verhuist. Hey, ik ben al even in Amsterdam, ik zit in Hilversum. Ik sta hier voor de deur, ja. Zeg, ongelooflijk gekke huis hoor. Zoals er niet. Wat er werd geboden, je houdt het niet voor mogelijk, maar ik heb er eentje. Nee, geen twee, dat was onbetaalbaar. Eentje. Heel mooi. Vier verdiepingen, trapgeveltje, keukje er nog op. Gek idee, hè? Ja, nou ja, ze heeft er niet in gewoond, maar is wel van haar geweest. Ja, en nou heb ik een heel gek plannetje. Maar we gaan in ieder geval het eten vanavond. Ja? Oké, lief, tot straks. Van prinses Christina, zegt u? Ja, dat is leuk, hè? Dat is een van de huizen uit de koninklijke inboedel van prinses Christina die dan vanmiddag is geveild bij Thafenby. Ah, dit is zo'n Royal Class huisje van KLM. Heeft u ze allemaal gekocht? Nee, de mooiste. Eentje. Eentje. Ja, ja, ja. Ah, nee, dat is voor ons niet zo interessant. Dat is een hoog nummer, 17. Ja, wat is eigenlijk precies uw bedoeling? Omdat er nu zoveel is over geschreven, dacht ik dat wordt meer waard. En daarom wil ik het over een tijdje, rustig wachten, bij u in veiling geven. Tezamen met de rest van de hele collectie Heijnen. De collectie Heijnen? Ik heb me nog niet voorgesteld. Harry Heijnen. En ik heb de collectie Heijnen genoemd naar mijzelf. Vond ik wel leuk. Dus collectie Heijnen is genoemd naar Harry Heijnen. En de collectie Heijnen is niet groot, maar heel compleet en met heel veel liefde samengesteld. Lang aan gewerkt. En het geeft eigenlijk een prachtig beeld van de hele cultuur in deze eeuw in Nederland. Ik heb hier bijvoorbeeld een wijnglas van Wim Kan, bij de Wim Kan. Ja, er zit nog lipstick aan. Ja, laat er zitten. Oorspronkelijke Staten. Ik denk dat het komt omdat ook Corrie Vonk wel eens uit dit glas dronk. Ik heb hier dan een heel zeldzaam boek van Gerard van het Reven, alstublieft. Maar het is een boek van W.F. Hermans, hè? Ja, 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 ja. Het is geschreven door F. Hermans, maar het komt uit de boekenkast, via, van Gerard van het Reven. En daar zie je aan dat die collectie Heijnen op veelzijdigheid heeft gemikt. Dus en architectuur, en glaswerk, en literatuur. En muziek ook. Ik heb hier een vrij zeldzame plaat van Jan Steen. Een plaat van Jan Steen? Van de schilder Jan Steen. Hij speelt er niet zelf op mee, maar wij hebben het idee dat hij deze plaat opzette als hij begon te schilderen. En vandaar dat vrolijke en dat uitbundige van die doeken van Jan Steen. Hè? Ja, 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 ja. Weet u in welke tijd Jan Steen leefde, meneer Heijnen? Ja, 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 ja. Maar het is ook hele oude jazz, hoor. Meneer Heijnen, wij als veilinghuizen worden momenteel heel erg nerveus van de goudkoorts die het publiek thans bevangt. Vanmorgen kregen we nog 6 mondriaantjes aangeboden. De heigerige idee dat alle kattenbelletjes, alle snuisterijen van elke met zijn hoofd boven het maaiveld uitstekende Nederlander geld waard zouden zijn. En dat ligt niet aan ons. Dat is helemaal de schuld van de schrijvende media die alle gedoe rond nalatenschappen en elke scheet van meneer Reven breed uitmeten. En daardoor worden duizenden mensen momenteel in de veiling genomen. En u bent een van hen, meneer Heijnen. Alsjeblieft. Ja, ja. Fijn. Oké. Dank u wel. Ik wens u wel thuis en een goede middag. U krijgt er spijt van. Nee, we gaan niet uit eten. We laten gezellig een pizza komen. Dat is net zo lekker. Meneer Heijnen. Ja? De plaat van Jan Steen.